Laat zitten. Nee, ik bedoel, echt, hoe zijn wij hier geraakt? Huh? Daarnet was ik nog kei. Je kunt een deur niet open denken, je moet ze open doen. Was dat de quote? Dan, nee. Waarom? Mooi? Nee. Allee, jawel. Ik ben zo gelukkig, omdat ik alles heb. En als je gaat, dan wil je toch niet gaan op het moment. Je wilt toch gelukkig zijn. Dus ik heb haar toen beloofd dat ik er alles aan zou doen. Ik heb dat beloofd. Zeg, hoe lang duurt dat dan? Even wachten. Oh my god. Wat? Serieus of wat? Hoe gaan we dat betalen? Zeg.
Hoe gaan we dat betalen? Is dat voor mij of is dat voor mij? Wat? Ja, je moet dat in je fotoboek plakken. Wat oh, zeg? Bon, ik ga slapen. Ik zou ook willen opblijven, maar sommige mensen moeten werken. Ja. Could you tell me something more about the old days, Daddy? Please. Okay. Let me think. A long time ago, before everything went to hell, people lived in beautiful houses. Old people were looked after and sick people were treated with care. Like Uncle Matt, because he was sick too, wasn't he, Daddy? Crazy bastard. Uncle Matt was sick in the head. Where was I? People got along. There wasn't so much fear, unless you turned on the TV or read the newspaper. People walked freely in the street. Kids went to school. Where they learned to write and read. Mm-hmm. You're looking sick. I have to go back outside. No, it's okay. Hey, you need some fresh food. No, it's okay. Dad, it's fine. I'm fine. There's no need. I'm fine. Oh, could you read me that story again? Again? Oh, come on, Dad. Come on. Okay. Zouden wij niet op café gaan samen? Excuseer. Ja, ik weet het. Het is laat. Je wilt waarschijnlijk in je bedje kruipen. Gaan slapen. Maar we zouden ook samen op café kunnen gaan. Wij twee. Ja, liever niet eigenlijk. Gaat je dan heel je leven lang van achter je raam naar de rest van de wereld kijken? Met je oordoppen in? Pardon? Ja. Ik weet wat je doormaakt. Ik zit hier ook een hele dag alleen met mijn gedachten. Sorry, maar ik denk niet dat ik u kan helpen. En ik zou eigenlijk ook liever gewoon hebben dat ik me mijn rust laat. Ga maar terug naar uw kamertje. Allee, wat heb je te verliezen? Maar ik heb nee gezegd. Ik wou gewoon helpen. Ik heb hier ook gewoon geen zin in. Ik heb speciaal mijn wekker gezet in het midden van de nacht, zodat ik hier rustig alleen kan komen koken. Dan moet ik hier eerst ook nog alles opruimen, want niemand was hier af en nu sta ik te praten met een astronaut. Wat wilde je eigenlijk van mij? Gewoon samen een stapje in de wereld gaan zetten. Laat me meer rusten.